Lente, kom maar. Het is lente. De temperaturen zijn boven nul. In ieder geval, s'nachts nog niet. Maar Indy, kom naar binnen. Kom, kom, hop. Nee, hij is een beetje bang voor de kas. Kom naar binnen, vooruit. Goed zo. Hij vindt het maar eng hier. Het wordt tijd om dit dus op te ruimen hier. Want even kijken of ik er een slot in kan bedenken. Zodat die hond wegrent. Want hij is nog niet zo goed in luisteren. Zo. Makeshift slot. Daar hebben hier beestjes gewoond. Mollen, denk ik. Of wat anders. Die hebben hier alles opgegeten wat we nog over hadden. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval wordt het tijd om het op te ruimen. Want de nieuwe plantjes zijn aan het groeien. Die zal ik ook laten zien. Maar voorlopig ga ik even kijken of ik dit ding kan neerzetten. Ergens. Een beetje ruimte maken. Het is echt overal een zootje hier. Dit is onze eigen gemaakte kas. Zo. Geen idee of ik nou goed vind. Of jullie het kunnen zien. Even kijken wat er te zien is. Oh, het grootste deel van het interieur zo. Oké. Great. Deze kast hebben we gebouwd toen we hier in kwamen wonen. Daarvoor had het geen zin. We hadden het huisje al als vakantiehuisje. Maar ja, dan moet je er langere tijd zijn weer wat verbouwen. We hadden weinig geld, dus we hebben zo'n beetje alles bij elkaar gesprokkeld en dingen gekregen. Dit is de tweede generatie bouwplastic erop. De eerste generatie hebben we toen gekregen, was vrij dun. En dit hebben we gekocht. En dat zit er nou voor het derde jaar op. Dus, het dak is een oud dak. Wat we al eerder hebben gebruikt voor het balkon wat we hebben gebouwd. En ja, het lekt. Maar ja, dat maakt in een kast niet uit. Dus we hebben het gewoon weer gebruikt. En het hout is gevonden, tweedehands gekregen, gekocht. Bij elkaar geraakt zootje. En de valureutverf die maakt het gewoon één geheel. Nou, het is hier echt een bende. Ik ga gewoon lekker aan de slag. En daar gaan we. Muziek op. Hopla. Eerst even de munt weghalen, hè, gozertje? Ruikt gelijk naar munt hier. Stoppen gaan munt. Vrij. Het is 2 april. Brijf het overleefd. Nou, dat zegt wat. Het heeft toch aardige voren hier. Ik haal eerst even het grove spul weg. Zoals dit. En dan gaan we dat fijnere werk doen. Hey.
muziek stoppen. Zo. Even laten zien. Het is veel gras wat er is gegroeid. Brandnetel, wat als eerste natuurlijk weer begint te groeien. En nog meer gras. En zo af en toe heeft iets het overleefd. Dan vind ik ineens de sprei terug of iets anders. Deze bak, daar hadden we aardbeien in. Dat is het enige wat het eigenlijk heel goed deed afgelopen seizoen. En dat is de muntbak. Nou, ik hoop dat die terugkomt, die munt. Alles was wel heel droog. En hier hebben we dan over het algemeen de bonen. Nou, die zie je hier nog hangen. We hebben steeds spint in de bonen. En ik denk dat het in de bonen zelf zit. Want we hebben de aarde alles helemaal vernieuwd. En het komt gewoon terug, helaas. Nog meer aardbeien hier. Wat zeg ik op aardbeien? Nou, het is gewoon een kwestie van leeghalen. We hebben onze eigen composthoop. Die heeft een aardige voorraad compost gemaakt. Die gaat hier overheen. We hebben ook een aardappelveldje buiten. Daar hebben we ook compost in. En op mijn balkon heb ik nieuwe plantjes neergezet. Heb ik zaad geplant. En dat begint op te komen. Dus het wordt ook echt wel tijd. Ruik jij de beestjes? Het wordt wel tijd om dit op te ruimen hier. Dan gaan we de boel voorzien van compost en nieuwe aarde. Wat ruik je dan? Zit daar een beestje? Wat is dat in? Dit is ons nieuwe hondje, Indy. Die hebben we nu sinds hij is 7 maanden oud, maar we hebben hem niet sinds 7 maanden. We hebben hem uit België. We wonen in Zweden, dus we hebben hem moeten importeren. En dat is meestal niet zoveel voor. Het enige wat je moet weten, dat zijn de regels die gelden in Europa. En Zweden heeft nogal eens de neiging om daar wat strenger in te zijn. Hij moet 15 weken zijn voordat hij geïmporteerd mag worden, want rond de 12e moet hij zijn rabiesinjectie krijgen. Eerder mag niet, want dan werkt het niet, zeggen ze. En bij ons ging dat mis. Het is allemaal goed gegaan, want we hebben gekocht bij een dierenarts. En dat is allemaal prima geweest. Alleen, ik was zelf zo stom om bij de dierenarts 5 oktober als geboortedatum aan te geven. In plaats van 5 augustus. En toen heeft die dierenarts het ministerie van Landbouw, dat heet hier Juurdrukswerket, ingelicht dat wij illegaal een diertje hadden, een hondje hadden geïmporteerd. Erg fijn op mens. In plaats van dat ze gewoon om de papieren heeft gevraagd, dat heeft ze niet. Ze heeft dus nooit papieren gezien. En ze ging er gewoon vanuit dat het illegaal was. Toen kregen we dus het ministerie van Binnenlandse Zaken op onze nek. En die gaf ons aan dat onze hond in quarantaine moest. Nou, en toen hebben we dus een hele hoop gedoe. Met een brief van de dierenarts uit België en kopieën van de papieren hebben we moeten bewijzen dat hij dus niet illegaal naar binnen is gekomen. En toen kregen we als laatste, ik geloof ongeveer 1,5 maand of zo, een besluit dat hij niet in quarantaine hoefde. In die tijd had hij al, ik weet niet wat, hoeveel beesten kunnen besmetten als hij rabies had gehad. Maar van die kleine regeltjes waar je op moet letten, die belangrijk zijn als je je huisdier wil meenemen op vakantie. Of wil meenemen als je hier gaat wonen. Of zoals wij hier al wonen en een huisdier uit het buitenland haalt. En dan is er nog een groot verschil tussen Europa en buiten Europa. Dan zijn ze nog strenger. Dus kijk dat na. Vraag je dierenarts, je eigen dierenarts. Die moet ook die Europese regels weten. En kijk het na op jordbrutswerket.se. En die hebben ook hun informatie in het Engels staan als je geen Zweeds spreekt. Nou ja, voor ons is het goed afgelopen, maar voor hetzelfde geld had hij in quarantaine gemoeten. En dat is in die gevoelige periode van pup zijn, is dat heel slecht voor een hondje. Als het gaat om het leren vertrouwen van mensen en andere dieren, het socialiseren, noem maar op. Maar dit is dus Indy. Onze, zoals mijn nicht zegt, borderline collie. We hadden hem op het oog toen onze Duitse herder nog leefde. Met het idee van, de Duitse herder zal geen jaar run meer leven. En is het fijn om alvast een hondje te hebben. Maar een week nadat we met hem terugkwamen, is onze hond plotseling overleden. Aan een darmkanteling. Of een maagkanteling. Een maagkanteling was het. Ja, dat kan altijd gebeuren, maar dat was wel even schrikken. Hij was bijna 11.
Had heel veel last van artrose en kreeg ook medicijnen ervoor. En hij had al een keer kanker gehad, dus ja, hij had toch wel wat aardig wat meegemaakt. Maar hij was toch nog steeds heel vrolijk en hij had geen pijn. Dat vonden wij heel belangrijk. Hij werd alleen steeds strammer. En dit kleine monster hier, die is behoorlijk Oost-Indisch doof. Heeft een heel ander karakter. We hebben altijd herders gehad. En dat is ook wel heel erg leuk om zo'n klein pitkanonnetje in huis te hebben. Indy, wat ruik je dan? Indy, wat is dat dan? Wat is dat dan? Wat hoor je allemaal? Wat hoor je allemaal? Beestjes? Hij wilde eerst de kast niet in, hij is best wel schuchter. Maar als hij dan eenmaal over een grens heen is, dan vindt hij alles helemaal prima en leuk. Steve die had ook beddenblaas gekocht. En daar was hij eerst doodsbang van die bellen. En nou is hij er als de haaien bij. Als de kippen bij. Als de belletjes geblazen worden. Want hij wil ze allemaal kapot maken. Held op sokken ben jij. Indy. Indy. Je bent een held op sokken jij. Ja. Ik heb geen probleem met hij hier is. Want wij gebruiken geen chemicaliën of andere kunstmatige troep. Wij verbouwen onze plantjes gewoon zoals het hoort. Zonder pesticiden of kunstmes. Het groeit of het groeit niet. En als een dier het opeet, dan is dat ook prima. Dan zijn wij gewoon dom genoeg geweest om die erin te laten. Oh boy. Voordat wij die kast hadden, hebben we kolen op het land gehad. Hier bij ons. En we dachten, oh, die laten we nog even staan. Want de sneeuw was al een beetje aan het vallen. En die halen we er echt pas uit als het nodig is. En het moment dat we dat deden, vonden we hertensporen in de sneeuw en alleen maar steeltjes. En die hadden dus de saladbar gevonden. Erg leuk. Dat kan gebeuren. Ga je mee? Gaan we weer weg? Ja? Even de rotzooi weggooien, hè? De eerste lading. Ja, het is wat werk. Mensen met een kastje of met een landje weten dat. Maar het is nodig, de hoogste tijd. Ik zal zo even naar het balkon lopen om jullie te laten zien wat er al opkomt. Hij moet leren dat hij het landje niet af mag. Daar is Steve mee bezig geweest. Heb je het wiel er nog niet af? Ja, het is wel goed. Yes, joh. Ik wil een stukje maken, maar het is wel goed. Nou ja, even de zomerbandjes erop. Hier rijden we trouwens mee met dubbanden. Dat is nu, met dubs mag je geloof ik tot 31 april rijden, maar het ziet er niet naar uit dat het nog behoorlijk gaat sneeuwen. Je weet nooit natuurlijk. Kom Indy, Indy. Kom. Kom boef. Goed zo. Nou, we gaan naar de zelfgemaakte broedmachine toe. Wat denk jij? Kom dan. Geer heeft het nieuwe trapje gemaakt gisteren. We zijn hier vreselijk aan het opruimen trouwens, want hier komt de camper te staan die we gekocht hebben. Een classic van 1989. Over 2 jaar hoeven we geen camperbelasting mee te betalen, wat trouwens hier niet zoveel voorstelt. Oh, ga je sluipen? Ga je sluipen? Nou, zoek het uit jij. Oké, eventjes naar de kippetjes broedhok. Hier. Of je het kunnen zien. Ik wil het niet openmaken, want dan gaat de warmte eruit. Er liggen 50 eieren. Met datum erop. En dat is een broedmachine die Geertje heeft gemaakt. En hier komen de kuikentjes in. Met een warmtelamp. Allemaal zelf gemaakt. Scheelt heel veel geld. Hier stond mijn motor. Die heb ik gisteren van stal gehaald. Ik geloof dat hij vast wil. Gaan we zo wel doen. Gisteren heb ik mijn eerste rit gemaakt. Het was echt gaaf. Hij wilde niet starten. We hadden hem wel onder de oplader gehad, de batterij, de accu. Maar
Hij wilde toch niet starten. Dus hij ging even magen doet. Maar daarna heeft hij als een zonnetje gelopen. Dus hij is heel erg stoffig. Maar man, wat heb ik genoten. Dat was echt helemaal geweldig. Dus dat is voor herhaling vatbaar. Hij moet trouwens deze maand gekeurd worden. Dus dan moet ik sowieso met hem op stap. Nou, dan zal ik even naar het balkon lopen om te laten zien hoe onze plantjes eruit zien. Dit is trouwens hoe de Zweden laten zien dat ze Pasen vieren. Veertjes in de bomen. Ik vind het geweldig. Lampje staat aan, zonder energie. We hebben een zonnepaneel gekocht, wat op het balkon ook staat. We hadden al zonnepaneeltjes, een mobiel systeem. Dat zijn deze twee panelen met oplader. En die oplader die zegt tegen ons op dit moment dat hij nog 40% batterij heeft. We gebruiken deze voor het opladen van telefoons en iPads. Maar een laptop is te zwaar voor dat soort klein spul. Dan loop ik even naar het balkon toe. Yeah. Waar het heerlijk warm is. Oh, die zon, man, dat is echt geweldig. Ten eerste hebben we dat zonnepaneeltje, wat zorgt voor een vinnetje als de zon erop schijnt. En dit grote paneel, hier zie je de doos nog, hebben we aangesloten op een batterij. Een accu. In het Zweeds heet dat batterie, daarom zeggen we dat steeds. Met een omvormer, die hadden we al, en een regulator. Die de stroom netjes verdeelt. En die hebben we gekocht voor op het dak van de camper. We willen er nog een zonnepaneel bij hebben. Deze was niet zo heel erg duur, maar ze zijn wel duur. En ja, weet je, we zijn niet zo van dat Nederlandse gereken van levert het wel wat op en krijg je je prijs wel terug. Nee, het gaat erom dat we gewoon onze eigen energie kunnen opwekken. En dat kunnen we met een paneel. Dus hebben we die investering gedaan. En het zal maar een worst zijn of dat goedkoper of duurder is. Het is onze eigen energie en het is een schone energie. Dus dat is mijn simpele principe. Dan hebben we hier twee bakken met eerste radijs. Dat is eigenlijk altijd als eerste begint dat te groeien. En daar beneden dat is tomaat. Nou, dat is nog niet naar boven gekomen. Het is een beetje droog, zie ik. En hier hebben we... Oh boy... Bonen. Kijk eens hoe dat gaat. Dat gaat perfect. We hebben onze eigen bonenkweek. Ik probeer van die spint af te komen, dus ben er een beetje voorzichtig mee. Dit is trouwens bamboe en dat is een paprikaplant. Die heeft samen met een ander paprikaplantje in deze pot gestaan steeds. En die andere heeft het steeds gedaan. Die gaf steeds één paprika, deze niet. Maar deze ziet er veel mooier uit. Nou is die andere is dood gegaan. Dat zie je hier, helaas. Die is 2 jaar heeft hij het gedaan, dus die was 2-jarig. En deze blijft doorgroeien. Hij krijgt ook stekeltjes, vind ik wel heel grappig. Dus als iemand weet waarom dat is, waarom er zo'n verschil in zat. Het is allebei uit dezelfde paprika. Dan, nou, ik hoor het graag, ik weet het niet.
Dan hebben we nog gember hier. Nee, citroengras, sorry. Dit is citroengras. En dan, mijn rozemarijn heeft het niet overleefd, de transitie naar binnen. Het was te warm. En daar heb ik toch elk jaar je helaas last van. Ik moet daar iets op verzinnen dat de rozemarijn het blijft doen. Nou ja, oh ja, dan heb ik hier, het ziet er ook niet helemaal gezond uit, maar mijn kleine kruidentuintje met citroenmelissen, peterselie en basilicum. En ik had er nog tijm in, maar die is op. En die komt ook niet meer terug, zo te zien. Dus we hebben er zin in het groeiseizoen. En ik hoop dat ik er tijd voor kan maken. Oh ja, ik ga nog even naar binnen bij de stuga. Want we krijgen gasten volgend weekend. Van Vrienden op de Fiets. Daar zijn wij lid van als gastadres. Dus voor 200 kronen, zeg maar zo'n 20 euro... kan je bij ons logeren. Kijk, hier hebben de mollen toegeslagen. Dat is een appelboom. En al het fruit wat gevallen is en de zaadjes dat vreten is op. De insecten die erop afkomen. Hé, een stuk plastic in mijn water. De vijver die we vorig jaar gegraven hebben. En mijn tokhok. Dat is mijn kantoor geworden. Dit was kippenhok. Ik ben schrijver. En ik... Ik ben links ook vooral, dus rechtshandig is niet handig voor mij. Zo. En ik had een rustige schrijfruimte nodig en dat is deze geworden. Maar hij is ook heel erg leuk om te verhuren. En dat doen we dus ook, regelmatig wil ik niet zeggen, maar het gebeurt. Dit is een prima plekje om zo te zitten. Ah, lekker. Wel erg koud hier, want het is hier. De zon staat er nog niet op. Oh, het is 5 graden. Luxe. Luxe temperatuur. Hier zie je mijn eerste trilogie. Vluchtspel. Ik ben nog niet zo bekend. Het is iets wat moet groeien. Mensen moeten mijn boeken echt ontdekken nog. Nou, hier mijn gastenschrift. De eerste gast heb ik er al ingeschreven. We hebben sanitair. Je ziet het. Een toilet. En we hebben zelfs een poog. We hebben ook een houtkachel, die nog niet aangesloten staat, maar dat is een detail. De wastafel, nou, het is van alle luxe voorzien. Ik ga zo weer door in de kas. En, deze update, 2 april 2016, gaat een beetje over wat we allemaal willen en wat er allemaal gaat gebeuren. De plantjes, de kippertjes en een camper. Nou, we hebben nooit dat soort geld gehad, maar deze camper was niet duur, omdat hij, wat is hij, 29 of 28 jaar oud. Dus die konden we wel betalen en die komt daar te staan. Als het goed is, dan gaan we hem eerst opknappen. Maar wat er ook staat te gebeuren is dat Steve waarschijnlijk van de week hoort dat hij een huis heeft gekocht. Dat weten we nog niet precies. Hij heeft geboden op een oud missiehuis. Wat heb jij nou weer gedaan? Slimpie. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom. Om het paaltje heen. Zo. Kom. Goed. Zo. Dat is braaf. Zo ben je braaf. Oh boy. Hij heeft een bod gedaan op het huis. En nou is het van een vereniging, van een geloofsvereniging, het oude missiehuis. En die vergaderen deze week aan wie ze het willen verkopen. Dus het gaat niet per hoogste opbod, maar het gaat erom dat, dat het aan iemand verkocht wordt die er respect voor heeft en die er goed mee omgaat. En er zit ook een stukje land bij, wat apart gekocht moet worden trouwens. Maar goed, maakt niet uit. En als dat gebeurt, dan hebben we heel veel te doen. Dat ligt daarachter, op ongeveer 500 meter afstand van ons, in het bos. En dan moet daar van alles gebeuren, want er zit nog helemaal niets in. Geen riolering, geen water, geen badkamer, wc of toilet. Dat is hetzelfde. Keuken, bedoel ik. En de woonkamer is gewoon één grote zaal
waar de bankjes wel uit zijn, maar waar het kansel nog zit en waar geloof ik nog een orgel staat. Dus dat wordt ook wel heel erg leuk. En nou ja, dan wordt dat ook een project. Dus we zijn in afwachting van heel veel nieuwe dingen die ons leven gaan bepalen. Het ritme van ons leven gaan bepalen. Ik ben weer in de kast, ik ga weer door hier. Ja, nou ja, dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Nieuwe abonnees, welkom. Ik heet Lieneke. En mijn vlogs gaan vooral over ons leven hier in Zweden. We wonen op land sinds 2012. En we proberen self-supporting te leven. Nou is dat niet een... Dit gebied leent zich er wel voor, maar niet echt ideaal. Er wonen toch nog te veel mensen. En ons huis leent zich er ook niet helemaal voor, maar we proberen het wel. Zoveel mogelijk. We proberen voor onze eigen groente te zorgen. Voor ons eigen vlees, onze eigen eieren. Melk krijgen we gratis. Hout krijgen we gratis. We stoken op hout. We maken ons water warm. We koken op hout. Dat krijgen we gratis omdat we voor mensen hier in de omgeving werken. Mijn man vooral, die werkt in het bos, maar die helpt ook een boer met zijn koeien, met melken. En nou ja, zo ruilen we spullen. Wij hebben eieren en dat ruilen we voor melk. Geer maakt kaas en die verkoopt die aan de mensen. Er komen mensen aan de deur die eieren willen hebben. Inmiddels willen onze collega's, mijn zoon en mijn collega's willen ook eieren. Die hebben dat ontdekt. En zo verdienen we een beetje geld bij. En, want ja, dan moeten wij met 24, 25 eieren per dag. Dat is ook een beetje veel. Dus, en het vlees van die 50 eieren die daar uitgevoerd worden, daar zal de helft de haan van zijn. Die leven hier een half jaar heerlijk buiten. Krijgen goed voer van ons en pikken wormpjes en noem maar op. Ze leven vrij, ze kunnen naar binnen en buiten wanneer ze willen. En na een half jaar slachten we ze. En dan hebben we vlees wat we eten. We eten veel minder vlees dan vroeger in Nederland. Want we kopen het liefst niet. Dus af en toe krijgen we een half koe. We hebben ze geholpen om een oude koe te slachten. Daar kregen we de helft van. En dan hebben we ineens heel veel vlees. Maar dat hebben we ook weer uitgedeeld. Dus aan mensen die minder geld hebben dan wij. Die het minder goed hebben. En zo hebben we ons een plekje veroverd in deze gemeenschap hier. Een kleine gemeenschapje. Ik heb daar twee boeken over geschreven. Dus... wil je ze lezen? Nou, Zweedse buur is de eerste, die gaat over onze emigratie. En Rare jongens die Zweden is de tweede, die gaat vooral over het inburgeren en over de cultuurverschillen. En een hoop leuke dingen die we hebben meegemaakt met mensen hier in de omgeving. Nou, ik ga weer aan de slag. Tot de volgende keer.